En de kinderverzorgsters, meneer de minister, de kinderverzorgsters, die hebben er echt schoon genoeg van. Al jaren trekken zij aan de alarmbel zonder gehoord te worden. Ze hebben er genoeg van als ze een minister hebben die maar half begrijpt wat er zich op de vloer afspeelt. Ze hebben genoeg dat er boven hun hoofden over hen gesproken wordt. Want het is niet de eerste keer dat er u verweten wordt dat u te traag of niet adequaat reageert op alarmsignalen. En dat lijkt hier nu toch ook opnieuw het geval te zijn. U geeft zelf toe dat u nu misschien extra snel moet handelen. Dan is echt wel de vraag waarom dat u een jaar geleden al niet extra snel gehandeld hebt. Ja. En u zegt nu, dat is echt wel de vraag, meneer minister, want u hebt duidelijk niet snel genoeg gehandeld om zo'n zaken te kunnen voorkomen. Als u spreekt over u bent aan de slag gegaan met de adviezen van de kinderrechtencommissaris. Allee, de kinderrechtencommissaris zelf zegt, wat er vandaag gebeurt is exact hetgeen waar we vorig jaar zo scherp op gereageerd hebben. We hebben samen met experten verschillende alarmsignalen gestuurd en zij vraagt zich af vandaag wat daarmee gebeurd is. Zij zegt, de conclusie was dat probleemcrèches te lang ongestoord open konden blijven. Dat is hetgeen wat zij een jaar geleden aan u gesignaleerd heeft. Mevrouw van der Kastelen, ik heb de kinderrechtencommissaris op de radio gehoord en die heeft gezegd, minister Beekes aan de slag gegaan met de voorstellen van de kinderrechtencommissaris, maar er is nog veel werk. En de beide zaken kan ik alleen maar beamen. Meneer de minister, het waren uw woorden daarnet. U hebt zelf gezegd, er is niet voldoende gebeurd. We moeten vandaag extra snel handelen. Ja, dan is mijn oprechte vraag aan u, hoe komt het dat u een jaar geleden al niet extra snel gehandeld hebt? Waarom moet er vandaag weer zo'n gruwelijke feiten voordoen vooral u beslist of bedenkt dat u extra snel moet handelen? Het zijn uw woorden, hè? En u reageert dan met cijfers over voorzieningen die opgevolgd zijn, over voorzieningen die sancties gekregen hebben. Allee, u geeft cijfers, maar ik wil u feiten geven. Het feit is wel dat er vandaag een meisje overleden is in een crash die al opgevolgd werd. Het feit is dat het meer dan een maand duurt eer dat de inspectie op de vloer komt na een klacht. Het feit is dat de kindbegeleidsters hier in België met het hoogst aantal kinderen moeten begeleiden in Europa. Dat zijn hier de feiten. En u kan wel cijfers blijven zwaaien, maar ik denk dat u onderschat wat de woede vandaag op het terrein is. De woede bij de ouders die zich afvragen wat ze nu kunnen vertrouwen, maar vooral ook de woede bij al die kindbegeleidsters die al jarenlang alarmsignaal de wereld insturen dat het niet houdbaar is. Dat er meer begeleiders moeten komen per kind. Dat er betere arbeidsvoorwaarden moeten komen. Betere loonsvoorwaarden moeten komen. Allee, vandaag staan inderdaad die kindercrèches weer allemaal in een zwart daglicht. En dat is onterecht. In het overgrote deel van de crèches wordt er keigoed werk geleverd. Kwaliteitsvol werk geleverd. Maar het is wel, doordat er zo'n dingen kunnen gebeuren, dat er weer een slecht daglicht komt. En dan is het uw verantwoordelijkheid, meneer de minister, om eindelijk de woorden die u daar juist ook uitgesproken hebt, in daden uit te drukken.